Hoi, ik ben Wimke en vandaag gaan we aan de slag met het maken van keramiek schaaltjes. Keramiek schaaltjes maak je heel eenvoudig met kringloopschaaltjes. Ik haalde ze bij de kringloop bewerkt glas, schaaltjes, bakjes en podden. En verder heb je nodig krijtverf of hele matte verf. Ik gebruik restjesverf en kwasten. Voordat je aan de slag gaat is het heel belangrijk dat je je schaaltjes goed ontvet. Dus een beetje zeepsap in het water, maar een scheutje citroensap mag ook natuurlijk. Was je schaaltjes goed af en je kunt aan de slag. Je begint met de onderkant, want je kunt altijd ervoor kiezen om de binnenkant te verven, maar het hoeft niet. Ik verf eerst alleen even de buitenkant. Doe genoeg verf op de kwast en verf van binnen naar buiten. En zorg ervoor dat er genoeg verf ook in het relief of in het patroon van het schaaltje gaat, van het glas. Want je schaaltje is niet in één laag klaar. Je moet hem echt wel 3 of 4 keer laten drogen en opnieuw verven. Dit is hem. Laat elke keer je schaaltje dus goed drogen. Dus ongeveer een uur is je krijtverf droog. Zorg ervoor dat er ongeveer 3-4 lagen op zitten. Het is niet geschikt voor in de vaatwasser of je yoghurt of vla uit te eten. Maar decoratief in de kast is het een prachtig keramiek exemplaar. Of zoals deze, aan de muur. Bedankt voor het kijken en tot de volgende DIY. Hoi! Staat hij erop? Oh. 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 Hij is nog heel. Nog een keer?